jaren van voorbereiding en veel overleg wordt er eindelijk gebaggerd in de Loosdrechtse plassen. En dat niet alleen, er is ook nog eens een start gemaakt met het herstel van de legakkers. In de tijd dat er nog turf werd gestoken in de plassen, werd die daarop neergelegd om te drogen. Er is een proefproject gaande waarbij veenslip, afgekalfd van die oude legakkers, omhoog wordt gebaggerd en niet wordt afgevoerd als afval, maar gebruikt om de legakkers opnieuw mee op te bouwen. Het is een van de problemen die hier speelt in de plassen, dat de legakkers, het zijn al die smalle stroken loont die je ziet, dat die met name door wind- en golfwerking eigenlijk steeds verder eroderen en in de plassen verdwijnen. Onderweg passeerden we de eerstvolgende baggerlocatie. Daar is een afscheiding gemaakt om te zorgen dat het slip blijft waar je het wilt hebben en niet kan wegstromen. Er is wel een ingang voor het baggerschip, maar door in die strook het water te laten opborrelen als er gewerkt wordt, wordt het slip tegengehouden. En het mooie aan de oplossing is dat die helemaal uit natuurlijke materialen is opgebouwd. Ze maken van wiepen zijn die samengeboste wilgentakken, maken ze een soort rasterwerk. Daarmee bouwen ze eigenlijk 3D een legakker na. Bij Muiveldse Wetering wordt de eerste legakker volgens de experimentele methode opgebouwd. In 2 boten met een verschillende route werd een vaarexcursie georganiseerd om te bekijken hoe dat in zijn werk gaat. Aan boord vertegenwoordigers van alle partijen die betrokken zijn bij dit project. De gemeentes Weidemeren en Stichtse Vecht, de provincies Noord-Holland en Utrecht, Plassenschap Loosdrecht en Omstreken, het waterschap Amstel-Gooi en Vecht, leden van Belangenvereniging Loosdrechtse Plassen en vertegenwoordigers van de pers. Inmiddels is een deel van het frame gevuld met slip. Dit project is belangrijk omdat wij hier een kans hebben om de aantrekkelijkheid en eigenlijk ook de bevaarbaarheid en de toegankelijkheid van de Loosdrechtse plassen te verbeteren. Het pilotproject begint natuurlijk aan de Veendijk en de bewoners daar hebben dat voor hun deur liggen. Dus dat veenslip wordt daar nu weggehaald, waardoor percelen toegankelijker worden. Ik herinner me nog dat het plassenschap in het initiatief kwam voor deze pilot en toen hebben we meteen gezegd wij doen daar aan mee. Want ten eerste verbetert het de waterkwaliteit doordat er allemaal riet op gaat groeien en dat zal de waterkwaliteit verbeteren. Dat is voor ons als waterschap het primaire doel hier in het gebied. Ten tweede vind ik dit een heel mooi voorbeeld van wat we nu dan de circulaire economie noemen. Want vroeger dachten we altijd dat bagger een afvalstof was en iedereen vroeg zich af wat je in godsnaam ermee moest doen. En je kon er nergens mee naartoe. En we gebruiken het nu weer om weer legakkers te maken. Nadat de symbolische laatste wiepen zijn bevestigd, kan het frame verder worden gevuld en afgewerkt. De zijkanten zullen worden ingeplant met een 4 meter brede strook riet. Als deze proef goed bevalt, zullen ook andere legakkers volgens deze methode worden aangepakt.
dank voor zijn werk als consul van de Oorlogsgravenstichting in Muiden ontving Ab Schulp op dinsdag 21 maart tijdens zijn afscheid na 46 jaar trouwe dienst een gouden erespeld uit handen van Theo Vleugels, algemeen directeur. De uitreiking vond plaats in aanwezigheid van wethouder Boland van Gooise Meren. De kermis in Bussum strijkt voor de tweede keer neer op de parkeerplaats Kloosterweg-Veldweg. Dit heeft te maken met de bouwwerkzaamheden in en rond het gemeentehuis. De winkeliers en omwonenden zijn er niet blij mee. De winkels zijn minder goed bereikbaar, parkeren gaat niet en men verwacht veel lawaaioverlast. De kermis staat er van 29 maart tot en met 3 april en is vooral 's middags en 's avonds actief. De eerste keer dat de kermis op deze plek werd gehouden, afgelopen najaar, viel samen met de kinderboekenweek. En deze voorjaarskermis valt samen met de volwassenboekenweek. De Bussumse oud-huisarts Pieter Goldstein werkt op dit moment aan een groot schilderij in olieverf met bloesemtakken van de Japanse kers. De afmeting van het schilderij is maar liefst 7 bij 3 meter. Wij volgen de komende tijd de vorderingen. De verwachting is dat het schilderij in mei klaar zal zijn. In het laatste weekend van maart is de zomertijd weer ingegaan. Volgens steeds meer mensen is de zomertijd ongezond en neemt het aantal sterfgevallen toe rond het verzetten van de klok, zeker in het voorjaar. Op petities.nl kan een petitie ondertekend worden om de zomertijd af te schaffen. Na 2 dagen waren al bijna 17.000 handtekeningen binnen. Het klopt volgens petities.nl niet dat we in de zomer een uurtje langer licht hebben. Alleen de klok staat anders. Het eerste Jeugdcultuurfondsfestival in Bussum mocht zich verheugen op een behoorlijke opkomst. Bij de Bussumse hoofdlocatie van de Gooise Muziekschool, een van de belangrijkste partners van het fonds, was woensdag 22 maart van alles te zien, horen en doen op het gebied van muziek en kunst. Vanuit het idee dat cultuur belangrijk is en goed om mee bezig te zijn, wil het Jeugdcultuurfonds muzieklessen, beeldende kunst of sport voor alle kinderen mogelijk maken. Het fonds richt zich daarbij op kinderen tussen de 4 en 18 die opgroeien in gezinnen met een kleine portemonnee. Aanvragen voor de ondersteuning uit het fonds worden alleen gedaan door een intermediair, zoals een leerkracht, een arts of jeugdhulpverlening. Toegekend geld wordt rechtstreeks betaald aan de muziekschool, het kunstcentrum of de sportclub waar het kind naartoe gaat. Mooi, anders goed zo houden. Oké, nog een keer? En nu zo. Ja, nog een keer. Ga je helemaal daarheen. A, B, C, D, E, F, G. 4. Iets sneller. 7, 8 en 1, 2, 3, 4. Ik geloof dat onze namen in de sterren staan. Ik kijk naar jou en ik wou met je meegaan. Oh, oh, oh. Ik dacht, oh, oh. Dit is een beeld uit een filmpje om te waarschuwen voor de gevaren van Apple op de fiets. Want wat hier in scène gezet is, gebeurt regelmatig en vaak met ernstige gevolgen. Agent Wout Bouvet heeft het meegemaakt. Nou, er is een aanrijding geweest met een 14-jarig meisje een aantal jaar geleden, waar ik bij ben geweest. Zij had ook oordopjes in en die oordopjes die hingen over de spiegel van de auto na die aanrijding. En zij heeft het helaas niet overleefd. Hij deelt zijn ervaringen op Facebook en krijgt duizenden reacties. Het verhaal van Wout staat dan ook niet op zich. De dood in 2015 van de 13-jarige Tommy Boy uit Kortehoef schokt velen. Zijn vader is sindsdien ook met een waarschuwingscampagne bezig. Op een gegeven moment pak je dat op en merk je dat het ook gewoon werkt. Toch denken nog steeds veel jongeren dat het hen niet zal overkomen. Met alle gevolgen van dien. Het aantal ongevallen neemt ook toe, het aantal dodelijke ongevallen ook.
voor het eerst in jaren. En ik denk dat dit mede een van de oorzaken daarvan is. En ik denk dat het goed is dat we daar extra aandacht aan besteden. Ja. Goedemorgen. We zitten hier aan de kant omdat je door het rode licht fietst. Je krijgt wel een bekeuring ervoor. Ja, nee, snap ik. De politie in het Gooi controleert nu extra op het gedrag van fietsende jongeren. Zoals vandaag bij de spoorwegovergang in Bussum. Nee, ik bel nooit op de fiets of WhatsApp. Daar let ik wel gewoon op. En ja, sommige mensen doen het wel, maar ja, ik doe dat zelf niet. Wat vind je van jongeren die dat wel doen? Een beetje dom. Het blijft vooralsnog bij waarschuwen, want het gebruik van je mobiel op de fiets is nog niet strafbaar. Maar als het aan Wout ligt, gaat dat veranderen. En het raakt me persoonlijk nog meer nu ik vader ben geworden. Nu kan ik me ook voorstellen, nou ik kan het me niet voorstellen, maar ik wil het me ook niet kunnen voorstellen dat ik een kind verlies. En ik wil dat ook niet dat andere ouders dat ervaren. Ik heb vaker ouders gezien die hun kind hebben verloren. Je wereld stort in elkaar. Dus alles wat we eraan kunnen doen om te voorkomen dat dit soort aanrijdingen plaatsvinden, vind ik dat we dat moeten doen. Het Hilversums elftal is samengesteld uit spelers van vrijwel alle verenigingen uit Hilversum. Een paar keer per jaar is de onderlinge rivaliteit verdwenen en wordt er een wedstrijd gespeeld voor een goed doel. Woensdagavond 22 maart was zo'n avond op het veld van het Gooi. Buurclub Altius kon deze keer niet meedoen. Het eerste elftal speelde uit voor de bekercompetitie. Het team uit de derde klasse slaagde er verrassend in de halve finales te bereiken. Maar dat is een ander onderwerp. De tegenstander van het Hilversums elftal op deze avond was Ajax 1 van de zaterdag. De aftrap werd verricht door burgemeester Pieter Broertjes en Joey Snijders. De inzet van de avond was zoveel mogelijk geld bij elkaar halen voor de stichting Keep On Fighting, niet aangeboren hersenletsel. Deze stichting is opgericht naar aanleiding van het verhaal van Joey Snijders. Deze talentvolle, semi-professionele voetballer met trainersaspiraties raakte betrokken bij een ongeval en liep daarbij hersenletsel op. Voor hem en lotgenoten in de leeftijdscategorie 25 tot en met 35 wordt geld ingezameld om die dingen te financieren waar de algemene ziektekostenverzekeringen en het sociale zekerheidsstelsel niet in kunnen voorzien. Juist jongeren met niet aangeboren hersenletsel hebben meer inspanningen en begeleiding nodig dan ze binnen het formele stelsel kunnen krijgen. En omdat ze jong zijn, hebben ze die extra zorg ook langer nodig. Extra aandacht en extra therapieën, al dan niet in het buitenland, kosten veel geld, maar kunnen wel tot verbeteringen leiden.